Hallo lieve mensen, daar zijn we weer. Nieuwe video Zuidermeer. We hebben natuurlijk op de live aardig wat geld doorheen gejast bij het casino. Inmiddels heb ik ook alweer een klein fortuin opgebouwd. Wel 77k om precies te zijn. En dat doe ik eigenlijk allemaal met hele nette baantjes, jongens. En vandaag gaan we kijken of ramenlappen ook zo'n leuk baantje is. Dat je gewoon lekker geld kan verdienen. En gewoon weer even goed kan gaan, waardoor je daarna weer alles lekker kan vergokken in het casino. Nou ja, misschien is dat niet heel erg handig, maar we gaan wel kijken of dit wat verdient. Zijn we ondertussen aangekomen op deze locatie. Kijk, staat er al eentje gewoon lekker wat te wassen, joh. Ik zet mijn auto wel even, of mijn auto, hoor dan. Mijn motor zet ik gewoon al even netjes hier neer. Want, nou, ga je nog wel afstappen of gaan we het niet doen? Ja, vandaag wel. En dan gaan we even kijken of we hier ook geld verdienen, hè. En of het lekker te verdienen is, of dat het lang duurt, of... Ja, je kent het allemaal wel. Ik zag even snel, 390 per baantje. Nou, leuk outfitje, helemaal prima. Ketting erover. Ik wil zeggen, heb ik nou een banaan aan de zijkant? Maar dat is mijn doekie. Helemaal goed. Dan nemen wij een bedrijfsvoertuig. Wacht even tot de andere... Oh, waarschijnlijk staat mijne precies op die plek. Dus ik denk, ik zet hem heel netjes neer, maar... Ja, dan zetten we hem even hier neer. Ik hoop dat dat dan voldoende is. Zo, op slot dat ding. Poging 2. Even zien. Kijk. Oh, hij mocht er echt gewoon niet staan. Terwijl die eigenlijk niet precies op de span stond. Maar goed. Hè? En wij kregen meteen een locatie. Nou, we hebben gewoon een standaard busje. Niet te gek, niet te mooi. Hoeft ook allemaal niet, want je bent maar gewoon een ramenwasser. Niet dat dat trouwens geen goed beroep is, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar je hebt geen hele fancy voertuigen waarschijnlijk. Nou, 1,3 kilometer. Dat is ook nog wel te overzien. Dus als dat altijd zo lekker dicht in de buurt is als deze, vind ik dat helemaal prima. Laten we in ieder geval even kijken wat we moeten doen. Hè? Nou ja, je raadt het natuurlijk al wel. De ramen lappen. Maar duurt het lang, duurt het kort... Krijgen we routes die dicht bij elkaar liggen? Moeten we hele lange stukken rijden? Alles is bepalend hoeveel geld je kan verdienen in een uur. Dat is wel even handig om te checken. Ik doe gewoon willekeurig allemaal banen door elkaar. Gewoon wat ik denk van nou, nu is dit leuk, nu is dat leuk. Af en toe voegen ze een nieuwe baan toe. En dan gaan we die ook gewoon lekker doen. Volgens mij moet ik houthakker ook nog doen. En ik zag ook nog dat ze iets hadden met zwembaden. Dus ja, genoeg te doen. Nou, wat gaan we doen? Hierheen. Ramen wassen. Oh, dit is op zich wel een baan die gewoon heel erg simpel is. Je hoeft niet veel handelingen te doen. Maar ja, goed, je verdient ook wel iets minder. 390. Met minder handelingen bedoel ik... Oh, dit is wel een endweg. Ojo. Oké, die ga ik niet doen. Dat is echt helemaal daarheen. Met minder handeling bedoel ik, nou bijvoorbeeld in vergelijking met Berger, daar moest je echt een auto pakken. Je trouwens eerst naar de locatie überhaupt rijden. Dan moet je vervolgens je bak naar beneden laten zakken, een haak pakken, auto aankoppelen, weet je wel. Dat zijn allemaal extra handelingen die je hier niet hoeft te doen. Je moet hier gewoon naar een cirkel toe, of in dit geval dan een pijltje. Je drukt op een knopje en vervolgens gaat hij gewoon lekker de ramen lappen. Krijg jij 390 eurotjes. Alleen voor die 390 euro en dan helemaal naar Sandy rijden, vind ik persoonlijk wel een beetje ver weg. Nou moet ik ook even kijken waar ook alweer de plek was om mijn auto in te leveren. Want ik ga dit niet doen. Ik vind dit de moeite niet waard om voor dit geld helemaal naar Sandy te rijden. Als ik dan toch naar Sandy rijd, dan zou ik dat liever willen doen met een voertuig en een job à la Berger. Want als ik die auto dan terug ben, dan krijg ik tenminste 1,1k. En nu krijg ik maar 390. Ja, het kan natuurlijk zijn dat je volgende opdracht ook in Sandy is. Dat kan. Ik snap dat. Alleen ja, als je telkens tussen stad en Sandy heen en weer blijft rijden, dan is 390 euro in verhouding toch niet zo heel veel geld. We gaan nou gewoon lekkertje deze baan even stoppen. We hebben hem getest. We leveren het voertuig in. We weten wat we krijgen. En dan is het weer tijd voor een andere baan. Zeg ik bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet deze stad te spelen. Zuidermeer. Als je dan toch de stad binnenkomt, gebruik dan even de referral code TechDennis. Krijg ik in-game geld. Vind ik superleuk. En dan kan ik weer leuke content maken. Jongens, bedankt allemaal voor het kijken. En tot een volgende video. En waarschijnlijk ook nog wel een livestreamje dinsdag om 9:15.
later.